Goedemorgen iedereen. Dit is de Tarotlezing voor 23 augustus 2024. We hebben de vijf van staven. Dit betekent dat er misschien oneenigheid is of dat er misschien een ruzie is, maar dat is van korte duur. Dit is niet de vijf van zware. Vijf betekent dat je halverwege iets bent en dat er grote veranderingen in zicht zijn. Of net om de hoek. Misschien ga je ook een competitie aan met je concurrentie. Zij het in een hobby of romans of in carrière. Er breekt een nieuwe ochtend aan. De ridder van staven wil ook zeggen dat je misschien te maken hebt met een leeuw, een boogschutter of een ram. Nieuws is onderweg. Misschien is dit over je carrière of over een actie die je wilt nemen. Of waar je mee bezig bent. Of misschien over passie, zij het een hobby of met een mens. Ook betekent deze ridder, wees alert, want deze ridder representeert ook verhuizingen. En ook een mogelijkheid, een aanbieding hangt in de lucht. Zo, wees alert en kijk om je heen, niet alleen maar voor je. In de kaart van de vijf van staven, daar heb je ook de teken van de leeuw. Zo, leeuw is vrij prominent in de lezing. We zijn net uit leeuw, maar misschien is er iets gebeurd in de leeuwtijd en nou komt het tot een resultaat. Ook zie je de teken van Saturnus. Dat betekent verantwoording en discipline is nodig. Zeker als je actie gaat ondernemen. Want de vuurtekens die staan voor plannen maken, een strategie en nemen die plannen in actie. Zo wees gedisciplineerd en wees strategisch als je iets aangaat. Heb een fijne en een mooie dag. Tot ziens.